vind het echt supergezellig. Ik zou nooit zijn weggegaan. Kennelijk is er iets. Maar ik weet niet wat en we zeggen altijd alles tegen elkaar. We zijn al ons leven beste vriendinnen. Dat zie ik ook. Ja, jullie hebben echt iets waar iedereen jaloers op is. Ja, maar waarom zegt ze dan niet als er iets met haar is? Hey. Waarom ben jij thuis? Het ging niet door. Oh, Vera. Ja, ruzie. Dat meen je niet. Hoe kan dat nou? Je hebt toch verschrikkelijk je best gedaan? Ja, dat is het ook niet. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Want als ik ook maar iets over Roxy zeg, dan gaat mijn moeder enorme problemen maken en dat wil ik niet. Ik zit te denken, ja, misschien heeft zij al afscheid van jou genomen. Hoe bedoel je? Nou, ja, dat ze daarom zo afstandelijk doet, dan wordt het afscheid straks dan weer minder moeilijk. Nee, dat is het niet. Misschien is dat het. Is ze al bezig met dat jij weg bent? Wat bedoel je? Heeft ze je al uitgewist? Heeft ze al helemaal zin in haar nieuwe leven zonder jou? Hoeft ze ook niets meer voor je te doen? Je ziet dat vaker, hè, bij mensen die bij iemand weggaan. Dan is die een, die is het al maanden aan het uitmaken. Terwijl die ander... Ja, maar mam, wij gaan toch helemaal niet uit elkaar? Of zie ik dat verkeerd? Ik bedoel, waar is ze? Ze laat je wel in de steek in een hele moeilijke tijd. Maar dat is toch helemaal niks voor Vera? Nee. Maar als je het zelf niet hebt meegemaakt, dan weet je echt niet hoe het is om van school te moeten. Ja. Ja, precies. Weet je hoe erg het is als je weet dat je weggaat en als je weet dat alles gewoon doorgaat? Dat zij dan gewoon straks gezellig met jullie is. Ze weet het zelf ook. Ze is al bij je weg, denk ik. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan de hele nacht oude films kijken. Maak ik popcorn. En volgens mij hebben we nog één fles cola in mijn secret stash voor noodgevallen. Gaan we het even helemaal nergens over hebben en hoef jij ook even helemaal niks te doen. Vera Stevens zich komen melden op mijn kantoor. Het kantoor van de rector dus. ASAP alsjeblieft. As soon as possible betekent dat. Dus, onmiddellijk. Ja, dankjewel. En, ja, laten we hopen dat het oplevert dan. Jij, kom maar. Ja. Hop. Ga zitten, wou ik zeggen, maar misschien is het maar beter dat je gewoon blijft staan. Ik weet even niet meer wat ik moet doen. Oké. Okay. Oké. Van Sant staat hier net te vertellen dat het cijfer van Ro... Mevrouw Bosman is veranderd in een 8. Had ze niet. Ze had een 3. En ineens was het veranderd in een 8. Er is op school maar één leerling die zoiets kan. Dus mijn vraag is niet of, maar mijn vraag is waarom? Weet je niet? Nee. Je komt te laat. Je fraudeert. Die kan zo toch niet langer. Ja. Ik heb niks meer te verliezen, toch?
Dan maar snitchen. Roxy heeft mij gedwongen. Wat? Ja. Zij pest mij. En dat zou stoppen als ik haar cijfer zou veranderen. Dus dat heb ik gedaan. Maar het stopte niet. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Wacht even. Wat zeg je nou allemaal? Je hebt het hier over Roxy. Bij jou uit de klas. Waarom denkt u dat ik het anders zou doen? Voor de lol? Roxy pest mij en het moet echt stoppen. Ja, dit kan niet. Nee, dat dacht ik ook. Ja. Nee, ik bedoel dat zij jou pest. Ze is net nieuw hier. Weet je zeker dat dit het hele verhaal is? Whatever. 8 uur melden. Corvée. Schorsing. Zeg het maar. Ik zal geen cijfers meer veranderen. Dat spijt me echt heel erg. Mijn excuses. Dus schors me maar. Zijn we gelijk ook overal vanaf, toch? Ik moet hier nog even over nadenken. Je hoort nog van me. Is goed. Cindy, ik moet wat vertellen. Blijf even staan, please. Maar dat je gisteren moeten blijven. Dat kon niet. Alsjeblieft, ik ga alles helemaal uitleggen. Het gaat namelijk over Roxy. Roxy. Ja, en ik weet niet wat. Ik hoef het niet te horen. Zij was er en jij niet. Maar ik... Kennelijk snap jij niet hoe het is om van school te moeten. Het enige wat ik wilde was een fijne afscheidstijd met mijn beste vriendinnen. Maar blijkbaar was dat te veel voor je gevraagd. Eigenlijk is er helemaal niks veranderd. Je vindt me nog steeds een bitch die altijd de baas wil spelen. Je bent gewoon blij dat ik al weg ben. Ja, dat je niks meer voor me hoeft te doen. Ik ben helemaal over de kop geslagen voor dat feest van jou. Precies zoals jij het wilde was het. We hadden het hele draaiboek afgevinkt en we hadden een verrassing zelfs. Toch? We wilden een lied voor je gaan zingen. Een lied? Het flutlied voor een flutvriendin. Vera, hou je kop, ze weet nog niks. Niet? Niet? Oh, nou, jammer. Dan weet ze het nu. Who cares? Het is toch een stom lied? En Roxy gaat het nu zingen, dus ik wil er niks meer mee te maken hebben. Dat is het hele ding. Weet je... Het maakt me ook allemaal niets meer uit. Ik ga hier toch weg. Ik maak wel nieuwe vriendinnen, want... Aan jou heb ik toch niks. Ik zei het toch? Niemand moet jou hier. Je hebt geen vriendinnen meer. Zelfs je docenten vertrouwen je niet meer. Hier. Uitschrijfformulier. Lief ben ik, hè? Begaan met anderen. Vooral met nobody's als jij. Dus, tot nooit meer ziens. Zie je? Ik ben je al vergeten. Ciao. Thank you.
Rosalina, moet je heel goed naar me luisteren. Je gaat of nu mee naar binnen, of we gaan het hier op de gang over hebben. Oké. Sst. Dankjewel. Rosalie. Oké. Dit verandert de zaak. Ik zag jou uit het kantoor van de rector. Je houdt je bek! Ik kan nog één keer vechten voor Cindy. Je weet hoe je een feestje moet organiseren. Cindy? Zeg, ik weet niet hoe. Zou ik haar het lokaal even uitgooien?